gaan we het hebben over Kamervoorzitter Piet Bukman. Hij zit er nog maar net. En een droomstart kun je zijn optreden niet bepaald noemen. Deze week werd zijn werkwijze zelfs becommentarieerd als een gênante vertoning. Voor het eerst reageert hij op alle kritiek. De bijdrage is van politieke redacteur Sven Korrelman. Nou, dan komen er mensen uit de zaal die dingen te vragen hebben, opmerkingen te maken hebben. Dan moet je er goed voor zorgen dat je zelf niet meer voor de microfoon zit. Hè? Dus het knopje gaat uit. En je moet zorgen dat de spreker wel geluid heeft. Dus het knopje gaat aan. SGP, GPV. Ja. Het voorstel is verworpen. We hebben morgen geen vergadering. Ik ben wel eens onzeker, ja. Zelden kreeg een Kamervoorzitter zoveel kritiek over zich heen als Piet Bukman. Sinds een paar maanden hanteert hij de hamer en wordt hij vanuit de kamerbankjes met de nodige irritatie bekeken. Niet altijd even terecht, vindt hij zelf. Je moet het vak wel leren. Je kunt ook niet oefenen op het vak. Hè? Want je wordt gekozen en 5 minuten daarna zit je in de stoel. Je kunt niet een poosje gaan trainen van als kandidaatvoorzitter van hoe zou ik dit en dat nou eens gaan doen. Afgelopen dinsdag. De irritatie bereikt zijn toppunt als Bukman en zijn medewerkers zich vertellen bij de stemming. Dan telt anders. Dan iedereen dat de motie is aangenomen. Nee, u telt anders. Kijk, er is 75 stemmen zijn geteld voor de motie. Nou, als wij daar verschil van mening over houden, dan is de enige mogelijkheid dat ik nu hoffelijk stem. Ik stel u voor uw plaatsen in te nemen, dan stemmen wij hier hoffelijk over. Voorzitter, mag ik u vragen, kunnen we niet volgende week opnieuw stemmen? Want om nu nog een keer hoffelijk te gaan stemmen. We hebben 2 keer gestemd. Ik stel voor het af te doen, nu. En nu hoffelijk te stemmen. Ja, kijk, hoe moeten we dat doen? Voorzitter, u vergist zich echt. Voorzitter, klopt echt niet hoor. Er zijn echt meer dan 75. U kunt het zo uittellen. Zal ik het voortellen? Moet eens luisteren, ik ga af op de mensen achter mij die stemmen. U telt natuurlijk rustig mee. We kunnen allemaal tellen, dat spijt me. Partij van de Arbeid 37. D66 24 is 61. GroenLinks 5 is 66. SP 2 is 68. GPV 2 is 70. RPF 3 is 73. Groep Nijpels 3 is 76. Hendricks en Leerkes is 2 is 78. Ja. Als er dingen een beetje kantje boord zijn, dan is het wel eens lastig om met zoveel fracties voldoende snel te zien wie voor is en wie tegen. Ik wil mij graag neerleggen bij de meerderheid van de vergadering die dan uiteindelijk toch gezegd heeft aangenomen. Mag ik u eens een paar punten van kritiek voorleggen die vanuit de Kamer zijn gekomen? U zou geen autoriteit hebben. U zou niet handig zijn, niet effectief, niet creatief, geen gezag. U kent de regels van de Kamer niet. U bent een schoolmeester die geen orde kan houden. Trekt zich niets van kritiek aan. U bent Oost-Indisch doof. Dat is nogal wat. Ja, dat is allemaal. Dat is niet ondertekend bij mij gekomen, deze kritiek. Zo van collega X zegt dit of collega Y zegt dat. Dus u noemt nou een hele rits van dingen op. Moet ik daar stuk voor stuk op reageren? Wat doet u met die kritiek nee, dan? Nee, maar als mensen dus zeggen hij trekt zich niks van kritiek aan, dan kunnen ze dat nergens op baseren. Want ik trek me wel iets van kritiek aan. Wat doet u daar dan mee? Want het is in mijn eigen belang en in het belang van de Kamer, beide, dat ik zo goed mogelijk functioneer. Ik zou wel kierenwiet zijn als ik mij daar niks van aan zou trekken. Wat doet nogmaals, u daar dan mee? Nogmaals zeg ik, kom er mee voor de draad. Niet anoniem, maar gewoon direct. Mijn Kamer staat wat dat betreft altijd open. En geef er als het ware een suggestie bij hoe het beter zou kunnen. Het is duidelijk dat hetgeen hij voorstelt een ruime steun heeft in de Tweede Kamer. Goed zo, voorzitter. Het uiten van kritiek betekent niet het ondermijnen van.
Maar meneer Bukman, u werd zo ongeveer uitgelachen afgelopen dinsdag. Dat is toch... Ja, ik heb ook gezegd dat ik dat niet als aangenaam heb ervaren. Maar daarmee wordt toch uw gezag ook ondermijnd, of niet? Ja, maar uw vraag was niet... wat vindt u van de kritiek? Uw vraag was... Zijn Kamerleden bezig om uw positie te ondermijnen? Nou, die indruk heb ik niet. Maar dat gebeurt ook niet als mensen u in het openbaar hier in de Kamer uitlachen? Ja, als zich een incident voordoet. En er wordt op gereageerd zoals er op gereageerd is. Ja, dat dramatiseer ik niet in de richting van men is bezig mijn positie te ondermijnen. Absoluut niet. We moeten ook een nieuwe voorzitter wel even de tijd gunnen om in een nieuwe functie waarop je je niet kunt voorbereiden goed te gaan functioneren.